Dus nou, echt super schattig. En zijn tekening is zo leuk. Eigenlijk op school vind ik het gewoon too much. En ik ga het even laten zien. Het is gewoon zo leuk. Goedemorgen. Het is zaterdag. Even zicht hem op, anders heb je er nog niks aan. Zal ik die er even kijken of die eraf gaat? Sarah die heeft een heel even cadeautje voor de vriendinnetje gemaakt. Want die moest gisteren van controle naar het ziekenhuis. Niks boeiends. Maar Sarah had echt zitten, oh mijn vriendin moet naar het ziekenhuis. Andersom op. Juist plakken dan naar binnen. Dus maar echt schattig. En zijn tekening is zo leuk. Dit is de tekening. Ik vind hem echt cool geworden. Dus we naar huis. Een ziekenhuis of bejaardenhuis, dat verschilt per keer. En een kasteel. Nee, het is waar. Bejaardenhuis. Een bejaardenhuis. En dan van Sarah, I love you, BFF. Echt zo leuk. En heeft ze nog een liga en een pepermintje erbij gedaan. Echt heel leuk. Het is trouwens echt een chaos hier. Maar als het goed is, worden vandaag de muurtjes gestuukt. Dus ik hoop dat het gaat lukken, dat het doorgaat. Want nu ligt er overal troep. Alles is natuurlijk van de muren. De muren zijn heel lelijk geel voorgestreken. Oh, en ik sta een doos dicht te houden, want zij heeft er een doos van gemaakt. Wat heb ik vandaag aan? Deze jurk van Dept. En ik heb geen goed licht. Waarom weet ik niet? Het is heel licht. Een donkerblauwe jurk en mijn Steve Madden overnielaarzen. Die draag ik echt bijna nooit. En het komt ook omdat eigenlijk op school vind ik het gewoon too much om zo te gaan lopen. Ja, heel even geduld, mop. Maar het pech. Ze waren niet thuis. Dus we hebben nu zelfs een pakketje in de brievenbus gedaan. En zou ik straks wel geappt of gebeld worden of zo, toch? Zou je wel wat horen? Wat wil je doen? Er zit iets in. Oh! Het is tijd voor de Sinterklaasintocht. Ben je blij? Ja. En wat mag je dan vanavond? Schoen zetten. Ja. Ik ga deze schoen inzetten. Oh, ga je deze schoen inzetten? Ja. Jij denkt, die zijn lekker groot. Goed, leuk, leuk, leuk. Ik ga een laars hier zetten. Even een hele sprong in de tijd. Marcus' vader kwam er net nog langs. Toen heb ik eigenlijk niet meer gefilmd. Ja, dat is goed, papa. En nu is het nog meer mooier. Ik ga het even laten zien. Het is zo leuk. Marco is dus hier aan het stukken. Oh, dat overbelicht helemaal. Dus dat is deze muur. Ah, eindelijk. Daar ben ik heel blij om. Maar wat er echt heel leuk is. Sarah is ook aan het stukken hier. Houden we vast. Ik ben bang dat je kan. Nee, het is een klein trappetje. Dit is niet eens een ladder. Daar kan je niet vanaf vallen. Sarah is hier aan het opzetten. Hoe geweldig is dit? Oh, weet je wat ik ga doen? Ik ga ook foto's van je maken zo. Ja, beweeg maar. Je kan gewoon bewegen. Smeer maar. Smeren. Spierballen. Help. Nee, papa stond er, maar je smeert het er meer af dan op nu. Je haalt het van de muur af. Je moet het opsmeren. Oh, dit is zo leuk. Papa, ik kan het wel verder nu weten. Doe hem even op de grond, want dat moet nog beter dan. Ja, ga maar doen. Want dat is even zijn. Ah, spierballen krijg je. Hier, ga maar naar papa. Ga maar naar papa. Ga maar. Smeren. Oh, hoe schattig is dit? Ik ga maar heel foto's van je maken. Ik val niet om. Ze valt gewoon om omdat ze niet verplaatst kan. Ja. Hard werken zo, hè? Help. En trek hem maar van af. Goed zo. Het is hier één ontplofte chaos, maar de muren zijn gestukt. Yay. En nu gaat Sarah zingen voor Sinterklaas. Zing dan. Nou, dan wordt het geen cadeautje voor papa. Nee, ze zingen niet voor Sinterklaas. Voor de Pieten. Oh, ja. Sinterklaas werd thuis. Ja, dat is waar. Nou, zing voor de Pieten. Als jij stil, als jij de vlog gaat zetten. Oké, ik heb een gedeelte van de kamer al helemaal schoongemaakt. Eerst gewoon grof gestofzuigd. En nu ben ik in etappes bezig, omdat ik elke keer... Oh, lekker gericht. De meubels even helemaal opzij haal, goed stofzuigd wel en het laat drogen. Ik weet niet of ik dat voor vanavond helemaal af ga krijgen. Het losse vel is gewoon wel weg hoor. Maar je hebt zo'n aanslag op de vloer en zo.
En om dat echt goed weg te krijgen, moet ik het echt 6 keer stofzuigen en 6 keer dweilen. Dus dat doe ik liever in etappes. En Max is nu over de deur uit. Ik moet de kast verplaatsen dat ik dat stuk kan doen. Maar ik heb nu niet, dus ik zal even moeten wachten. Dus ik zet nu even mijn computer aan en dan doe ik even snel mijn edit. Oh, ik was thee aan het zetten. Die staat nog in de keuken. Ja, dat is. En nu gaan wij weer het laatste stukje Married at First Sight kijken. En dan moeten we wachten tot maandag. Want dan komt er pas weer een nieuwe aflevering. Maar er gaan nu geen hele spannende dingen natuurlijk gebeuren. In ieder geval geen ceremonie of zo. Dan moeten we echt weer wachten. Is het in je eigen wereld, hè? En nu ben ik moe. En ga ik naar mijn bedje toe. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je graag morgen weer.